Vrienden en fans, welkom terug bij Tastemaker. Nou, als je nou nieuw aan het kijken bent, hartstikke leuk. Mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Volg je me nog niet op TikTok? Doe dat dan even, want ik zet elke dag een leuke short neer. En daarna zie ik je elke zondag heel graag hier op YouTube in mijn livestream om 6:30. Nou, in de vorige aflevering, oftewel de eerste aflevering van Tastemaker, hebben we even gekeken naar een scenario. Leuk spelletje. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ik wou eigenlijk deze aflevering even gaan kijken naar toch de sandbox mode. Eens eventjes kijken hoe los we eigenlijk kunnen gaan, want ik wil gewoon door. Ik wil meer gerechten, ik wil meer. Laten we naar de intro gaan en dan gaan we lekker verder. Heel veel kijkplezier. Yes! Welkom weer bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer kijkt. We gaan vandaag dus lekker verder met Tastemaker. We gaan even kijken naar de sandbox mode. Als ik daarop heb geklikt, dan krijgen we twee opties. Of we kunnen spelen op normaal, of we kunnen spelen op creatief. Laten we gewoon normaal. Dat is ook aangeraden door de game zelf. Ik neem aan dat je met normaal gewoon met geld kunt spelen en met creatief niet. Dus nogmaals, laten we met normaal beginnen. Zo, beste mensen, daar zijn we. Ik zet hem meteen op pauze. Zo te zien beginnen we hetzelfde als met het scenario. We zien ook weer een soort van tutorial. Misschien is dat wel fijn, aangezien we ook wat meer recepten kunnen doen. Alles is nog, zit vast. We kunnen nog niks. Nou, dit weet ik wel onderhand. Het spel is inderdaad gepauzeerd. We gaan gewoon beginnen met de muren. Dat weten we al hoe dat moet. Dus dat gaan we ook gewoon lekker snel doen. Ik ben eigenlijk van plan om gewoon hetzelfde te doen als wat ik had. Ongeveer. Wat voor deur had ik? Was dat deze? Nou goed, laten we dat doen. Ik wil eigenlijk al wat land erbij kopen om onze keuken te kunnen maken. Zou dat al kunnen? Kan dat al? Ja, dat kan dus wel. Dus ik ga dat toch doen voor... Nou ja, we beginnen zo te zien met hetzelfde als wat we hebben in de scenario. Laten we dit doen. Juist. En dan pak ik een muur en dan doe ik dit. Juist. En dan ga ik heel eventjes deze muur weghalen. Ja, nog een klein stukje. En dan zet ik denk ik even kijken hoe groot wordt de keuken. Laten we het zo doen. Dan hebben we ook genoeg ruimte in de keuken. Maar laten we dit iets groter doen, zodat we wat meer mensen kunnen laten zitten. Ramen, ook heel belangrijk. Ik zie trouwens al dat we wat meer dingen kunnen plaatsen. Dat is wel leuk, dus dat hebben we wel in de sandbox mode. Ik vind het ook wel tof dat je niet hoeft te betalen voor dit soort dingen. Zodat je gewoon echt het kan maken zoals je zelf mooi vindt. Zonder dat het heel veel geld kost in het begin. Kijk, ik vind dit wel heel mooi. Wat is dit dan? Oh, dat zijn van die luiken ramen. Dat is ook wel mooi. Maar ik wil graag van die lange ramen. Juist, dit vind ik mooi. Dus laten we hier zo twee ramen doen. En dan wil ik dat eigenlijk een beetje hetzelfde hebben. Juist. Nou, dan heb ik dit. Ik weet niet of het te veel is. Ik vind het prima zo. Lekker veel licht in de kamer. Dat is hartstikke mooi. We gaan even kijken naar een werkdeur. Want hier hebben we natuurlijk de keuken. Want ik wil uiteindelijk hier zo een mooie bar hebben. Dus laten we dat op deze manier doen. Kunnen we dan ook een soort van keukenraampje doen? Is dat mogelijk? Dit is op zich wel leuk zo. Dat je ook een soort van inkijk hebt in de keuken. Maar ja, dan kunnen we niks meer tegen deze muur aanzetten. Dus dat is dan weer... Ja, is dat handig? Dat is dan eventjes weer de vraag. Laten we dan een raam gewoon naast de deur doen. Laten we dit doen. Dus dan geven onze mensen toch een kijkje in de keuken. Dat is wel leuk. Wat gaan we nu doen? Laten we eventjes de muurtjes doen en de vloer. Nou, als vloer ga ik voor deze. Want ik vond dat wel mooi. Even kijken. We kunnen gewoon juist dit doen. Het kost wel een hoop geld trouwens dit. Dus daar moeten we heel even mee oppassen. We zitten op 1800. We moeten ook nog de keuken inrichten. Wat voor kleur? We konden trouwens ook, als we dit doen... Kijk, dan kunnen we een kleur kiezen. Laten we voor grijs gaan. Is dat mooi? Ja, ik vind het op zich wel mooi. Maar ja, die raam is dan niet mooi, want dat is ook al wit. Laten we dan toch gaan voor dit. Even kijken. Ja, ik vind dit toch mooier zo. Ja, perfect. Oké, nou, dan hebben we de keuken. En met die keuken wil ik eigenlijk dit hebben. Dat vind ik... Oh, 100. Oh, we hebben 1600 over. We moeten echt oppassen nu. Nou, weet je, we maken er gewoon een uitdaging van. Dat komt allemaal goed. Kijk, en dan komt de chille muziek weer tevoorschijn. Ik vind het zulke fijne muziek met deze game. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, het is natuurlijk wel een keuken. Dus laten we dan gaan voor wat tegels. Of niet? Ja, op zich... Ja, laten we dit doen. Oké, mooi. We hebben alles gedaan. We hebben 1500 over. En dat betekent dat we nu echt met de keuken aan de slag moeten. Want anders komt dit niet goed. Laten we eventjes kijken. We hebben ingrediënten natuurlijk. Aardappels moeten we ook nog inkopen. Het menu. Wat kunnen we doen? Nou, nog helemaal niks. Want we kunnen dus alleen nog maar friet doen. En als we bijvoorbeeld op nuggets klikken. Dan zien we dat we dat kunnen unlocken met 150 coins. En dat is leuk. Want dan kunnen we steeds verder in. Zie je dat? Het kost 300. Dit kost 100. Soep 150. Bier 50. Ja,
dat is leuk. Nou, we beginnen gewoon met één tafel. Daar gaan we mee beginnen. We gaan rustig aan beginnen. We zetten gewoon een heel armoedig tafeltje neer. En we pakken een armoedig stoeltje. Doen we gewoon twee stoeltjes, twee personen. Ik heb het eventjes ietsjes anders neergezet, zodat we iets meer ruimte hebben. En dan gaan we eventjes kijken naar de keuken. Heel belangrijk, een kast. Super belangrijk, zonder een kast kunnen we helemaal niks. Want daar komen onze borden in. We hebben een klein opbergrek nodig voor ingrediënten. Om een gerecht op de menu. Ja, dat weet ik. Dat weet ik al. Oh ja, we moeten nog 10 borden hebben. Dat is op zich wel handig hoor, dat het spel toch eventjes zegt. 10 borden hebben we. Yes, we hebben nog 1000 over. Oh god. Ja, we moeten dus een kleine friteuze, maar dat ga ik niet doen, want ik ga voor de grote friteuze. En we moeten een vaatwasser hebben. Heel belangrijk. Nog 600 over. Een snijplank hebben we nodig. Dat staat daar. En een koelkast is vergrendeld. Ontgrendeld wanneer item vereist is door een geleerd recept. Oké. Okay. Dus op het moment dat we de nuggets gaan selecteren, dan pas komt deze vrij. Ingrediënten bestellen. Op per gek hebben we 5 aardappeltjes. Oké, okay, laten we dat doen. 5 aardappels. 1, 2, 3, 4, 5. Mooi, dat hebben we ook gedaan. Ik ga deze meteen op de beste kwaliteit zetten, zodat we gelijk dat probleem hebben opgelost. Nou, dan heb ik 500 over. Laten we dan gewoon iemand gaan aannemen. Inhuren. Paul, Evelien of Thomas. Thomas is de duurste, is heel onhandig, maar kan wel aardig koken zo te zien. En is heel erg snel. Ik heb besloten dat ik voor de middenmoot ga, oftewel voor Evelien. Kan niet heel goed koken, maar dat komt goed denk ik. Dus we gaan dat gewoon doen. We kunnen vernieuwen trouwens. Oh, dat kan dus ook. Oh, dat kost 80. Laten we ze allemaal vernieuwen. 145 per maand. Ik ga voor Harper. 48. Laten we dat gaan doen. Oké, we zijn ready. En we zijn officieel begonnen. Maar niet voordat we natuurlijk wat op het recept of op het ding hebben gezet. Dat kan nog niet. We moeten heel even wachten tot we de eerste levering hebben gehad. Ik zet hem eventjes wat sneller. Komen waarschijnlijk al mensen binnen. Nee, die komen nog niet. Pas als je een menu hebt, volgens mij. Kijk, daar komt de eerste levering aan. Dank je wel. En als het goed is... Oh, we hebben nog steeds geen aardappels. Dat is apart. Waarom is dat er niet? Hey, dat zijn onze aardappels, volgens mij. Ja, daar zijn ze. Mooi. We gaan beginnen aan menu toevoegen. En als het goed is, juist, onze eerste klanten die zijn er. Ja, we moeten wel even gaan bikkelen, want we zitten op 500 euro. Maar ik ga toch... Nee, dat ga ik niet doen. Ik wou een kaarsje erop zetten, maar ik ga dat niet doen. We gaan toch eventjes wachten. Eventjes kijken hoe dit loopt. Het is natuurlijk al een paar dagen geleden ik heb gespeeld. Moeten we eventjes inkomen. Een nieuwe review. Het menu is te klein. Ja, dat weet ik. We hebben één ding erop staan. Maar dat komt goed. Geen stress. Ik zie hier wel een vies bord. We kunnen eventjes kijken. Harper doet nu natuurlijk alles. Ik wil eigenlijk iemand hebben voor de schoonmaak. Maar ik vind dit wel heel erg duur. We hadden de vorige keer natuurlijk best wel geluk met iemand die maar 27 kostte. Maar we moeten ook niet te snel gaan weer. We moeten eventjes opletten wat we aan het doen zijn. Even kijken hoe dit allemaal gaat. We moeten ook opletten hoe het gaat per maand. Want op basis daarvan kunnen we even kijken, gaat het allemaal goed? Volgens mij kan ze dit makkelijk managen. Kijk, ze staat ook even niks in. We hebben trouwens een bezem nodig om dingen schoon te kunnen maken. Heel belangrijk. Waar stond dat ook alweer? Dat was hier zo, juist. Bezem. Kijk, dan kan ze gelijk schoonmaken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Nieuwe review. Wat is de review? Menu is te klein, menu is te klein, het menu is te klein. Nou, dat is de enige klacht tot nu toe. Dat is op zich hartstikke positief. Want dat betekent dat de rest goed is. We kunnen het allemaal bijhouden. Ik ga er toch een stoel bij zetten. We gaan het proberen. Zo, komt hij er maar bij zitten. Want ik wil eigenlijk dat Harper de hele tijd bezig is. Dat ze eigenlijk niks, dat ze niet niks doet. Moet continu bezig zijn en het moet schoon blijven. Het moet gewoon goed lopen. Nou, ik heb het nou alweer hartstikke naar mijn zin met deze sim. Het is echt een leuk spelletje. Dus als je hiervan houdt, koop hem. Want hij is heel leuk. Nou, we zien hier wel timertjes ontstaan bij mensen. Dat ze toch wel eventjes moeten wachten. Opslag is vol. Dat geeft niet. Laat het maar lekker vol zijn. Nieuwe review. Het menu is te klein. Oké, okay, nou, we moeten eventjes wachten. Want daarna gaan we hier zo'n koelkast neerzetten. En dan gaan we door naar de nuggets. En dan moeten we maar even kijken hoe dat gaat. We zitten op bijna 600. Het gaat natuurlijk nog niet heel snel. Oké, okay, we hebben ons eerste rapport. Inkomsten 180, uitgaven 62 euro. We hebben een winst van 118. Dus dat is in principe goed. Ik heb hem trouwens ook de hele tijd gewoon op snel staan. En dat is prima, want zo kunnen we ook goed zien of dit werkt.
Volgens mij, als ik nu een stoel erbij ga zetten, dan gaat het mis. Dan gaat ze het niet redden, denk ik. Dus dat betekent dat we of iemand moeten inhuren om het schoon te maken. Maar ja, ik vind het ook helemaal niet heel vies of zo. Dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, we zouden ook wel wat kunnen doen aan de decoratie natuurlijk. Maar ja, we zitten nog niet echt op het punt dat we daar los mee kunnen gaan. We zitten nog niet eens op 1000. Ik heb het idee dat het met de scenario's iets sneller ging. Maar ja, ik heb ook meer uitgegeven aan de vloeren en aan de muren. Ik heb trouwens de buitenmuur nog niet eens gedaan. Maar goed, dat is niet iets voor nu. Dat moet je later doen. We moeten eerst maar eens even wat money maken. Nou ja, we redden dit wel. Zie je dat? Het zit steeds vol. Er is niks aan de hand. Mensen, ik denk dat ik toch... Ja, we zien daar wel een bordje. Zie je dat? Die wordt vies en er zitten ook vliegen bij. Dus dit betekent dat we het eigenlijk niet aankunnen. Dat we het net niet... Zie je dat? Het gaat allemaal... Als ik een stoel bij zit, dan gaat dat niet goed komen. Dus we gaan eventjes toch kijken of er al iemand bij is gekomen. Even vernieuwen. Ah, kom op. Moet goedkoper hebben, goedkoper. We zien ook een soort van timer. Oh, dat is een timer. Ik dacht dat je coins moest betalen. We hebben een nieuwe review. Menu te klein. Ja, dus we moeten eventjes wachten. Nou, dan doe ik dat. Dan gaan we eventjes... Oh shit, ik ben het helemaal vergeten, ons rapport. Nou goed, we hebben in ieder geval wat verdiend. We gaan weer vernieuwen. Even kijken of er wat bij zit. Ook niet... Oh, deze is heel goed. Deze is heel goed. Ja, ik ga toch nog één keertje kijken of er wat boeiends komt. Kom op. Oh, weer heel duur. 67. Ja, ik ga toch nog even wachten tot het einde van de maand. Even kijken, we zitten nou op 800. Ja, dat is wel eventjes bikkelen. Dit is wel eventjes doorpakken. Ja, ik heb besloten dat ik het toch ga doen. Ik ga Ella inhuren. Ja, we gaan het doen. Zo. Oké, ik heb het als volgt ingedeeld. Ella, onze nieuwe werknemster, gaat voor ons afwassen en schoonmaken. En dan gaat Harper, die gaat koken en serveren. Het kost wel meer geld nu. Maar we zouden in principe gewoon veel beter kunnen werken nu. En veel sneller. Dus dat betekent ook dat ik er een stoel bij ga zetten. Dat betekent ook dat we zo meteen moeten gaan upgraden wat betreft onze invoer. Denk ik. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker, want het begint nu natuurlijk drukker te worden en ze willen ook meer eten hebben. Nou, we hebben ons eerst een nieuw rapport, 240, 82, 158. Dit gaat hartstikke goed. Niks aan de hand. Maar we krijgen nu natuurlijk de nieuwe maand met een nieuwe werknemer erbij in mei. Dus dat is eventjes spannend wat we zo meteen gaan zien aan het einde van de maand. Met deze opstelling die we op dit moment hebben. Want het is natuurlijk wel interessant. Dit gaat ook harder nu. Dat is super. Dat is ook logisch, want ja, Harper die kan gewoon veel sneller alles doen. Want Ella doet de rest. Zie je dat? Ella die haalt meteen de borden weg, zodat er gelijk nieuwe klanten kunnen zitten. Waardoor het geld ook veel sneller gaat. En dat is mooi, want dan kunnen we zo meteen ons restaurant een beetje gaan aankleden. Dat is ook belangrijk, hè? Beetje sfeer en beleving. Ja, mensen, we gaan even wat uitgeven. Oftewel, ik ga wat gordijntjes ophangen. Niet te veel. We houden het eventjes hier zo bij. Dat we het een beetje bij beetje gaan we dat mooi maken. We zitten nu op 600. Beetje bij beetje wordt het steeds mooier. Het is natuurlijk wel leuk om muziek te doen. Maar dat is heel verleidelijk om meteen allemaal dingen te kopen. Maar eigenlijk moeten we gewoon eventjes doorbikkelen. Even kijken, wat is er aan de hand? Kunnen we al iets anders doen? Leer recept, dat kost 150 coins. Ga ik doen. Yes, want ik wil nuggets gaan maken. Het enige wat we moeten hebben is kip en een koelkast. Nou, onze koelkast die kost 150 euro. Ga ik erin zetten. En we gaan ook gelijk eventjes wat ingrediënten bestellen. En die stond helemaal onderaan. Dat is namelijk de kip. Kost wel veel op zich. 30. Laten we er 3 doen. Even kijken hoe dat loopt. Want mensen gaan natuurlijk dan ook kip bestellen. Daar komt onze eerste levering aan als het goed is. Daar komt die. Dat is volgens mij de kip. Ja, en ook nog wat... hoe noem je dat? Aardappels. Het lijkt helemaal niet op aardappels. Het lijkt meer op een soort van nuggets of zo. Nou, en dan gaat het ook niet lang duren voordat mensen ook nuggets gaan bestellen. Ik ben natuurlijk ook weer heel erg benieuwd naar onze volgende review. Want dat zal natuurlijk wel ietsjes beter worden, neem ik aan. Aangezien we niet maar één ding op het menu hebben. Oh, dat was een kapot bord. Dat duurde ook langer, zag je dat? Voordat ze dat schoonmaakten.
Hoeveel servies hebben we nog? Waar stond dat ook weer? Hier zo. Oké, we hebben nog even één bord erbij gekocht. Meer kan niet. Dus je moet ook opletten dat wanneer er een bord kapot gaat, heb je dus één bord minder. Ingrediëntentekort. Oh god. Uh-oh. Juist, we moeten nog meer aardappels hebben. Want mensen die... het gaat nu een beetje... Het begint nu een beetje snel. Of snel te gaan. We gaan eventjes naar 8. Ja. Daar komen ze. Nou, die kip die zit helemaal vol. Ik heb nog niemand nuggets zien bestellen. Of heb ik dat gemist? Oh, wacht even. Moet ik natuurlijk wel aan het menu toevoegen. Ik had de nuggets nog helemaal niet op het menu gezet. Nu staan ze op het menu. Ingrediënten tekort. Ik weet het. Ik weet het. Waar blijft onze bestelling? Waar blijven onze ingrediënten? Kijk, daar zijn ze. Juist. Oké, we kunnen weer door. En ik heb het rapport weer gemist. Ja, ik heb het natuurlijk ook op snel staan. Dit is normaal. Maar ik vind het gewoon leuk om het gewoon snel te laten gaan. Even kijken, een nieuwe review. Het menu is te klein. Oké, nog steeds dus. Maar ja, we spelen natuurlijk nu op een andere mode. Dus wat we hierna gaan doen, dat is biefstuk. Leer recept gaan we nog niet doen. We hebben niet heel veel geld. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Want waarschijnlijk moeten we daar ook nog andere dingen voor neer gaan zetten. Koelkasten zijn vol. Ja, dat is ook de bedoeling. Nou, wat wel positief nieuws is, mensen, is dat we nuggets op tafel zien. Dus eindelijk, de kip wordt ook gebruikt op dit moment. Dat gaat allemaal goed. Wacht eventjes, we kunnen trouwens ook nog dingen aanpassen aan de poppetjes zelf. Aan onze werknemers. Kijk. We kunnen ook de kleur aanpassen. Dat is wel leuk hoor, dit. Kijk. Wat zullen we doen? Zullen we dat gewoon... Laat het zwart houden, maar we kunnen nog meer. We kunnen ook nog dit doen. We kunnen de naam veranderen. En we kunnen de outfit veranderen. Zie dat we kunnen in pak. Laten we dat normaal doen. En dan doen we Harper doen we als koken. Juist, kijk, dit is leuk. Dus nu zien we heel goed het verschil tussen wie de kok is en wie serveert. Oké, dat is wel heel erg leuk. Daar kom ik nu pas achter. Dat wist ik niet dat dat kon. Kunnen we hier nog wat mee? Nee, volgens mij niet. Als je trouwens hierop klikt, dan kun je ook nog dit doen. Dus je kunt instellen wat daarin hoort te liggen. Dus voor nu liggen daar alleen maar aardappels in. Maar het kan dus ook zijn dat als je meerdere dingen koopt, dat daar dan ook meerdere dingen in komen te liggen. Tenzij je dat unvinkt of unchecked, dan doen ze dat niet. Dus dan kun je helemaal zelf bepalen wat er in die kast ligt. Wat heel erg handig is als je een heel groot restaurant hebt en eigenlijk alleen maar gedeeltes wil hebben waar je één gerecht maakt. Dat is natuurlijk wel heel handig. Nou, ik vind het nu al een veel leukere mode, want nu kun je gewoon doorspelen. Want natuurlijk in de eerste aflevering bleef het gewoon bij patat en nuggets, wat we nu eigenlijk hebben. Maar hier zo kun je dus gewoon, ja, doorspelen. Nou, volgens mij handelen we dit wel. Laten we even kijken bij het menu en laten we wat nieuws gaan leren voor 300. Ik ga het doen. En dan zien we ook dat we andere dingen nodig hebben. Om een biefstuk te kunnen maken hebben we een fornuis nodig. We hebben natuurlijk steak nodig. En we hebben een pan nodig. Nou, wat moet dat dan allemaal gaan kosten? Fornuis, dat kost 200. Een pan hadden we nodig. Waar staat dat dan? Dat staat waarschijnlijk... Oh ja, bij servies staat dat, de pan. Dus dan kunnen we pannen kopen voor 15 per stuk. Dat is hetzelfde als de borden, dus dat valt mee. Oké, ik krijg trouwens een melding. Er vormt een lange wachtrij. Ja, daar heb ik geen boodschap aan. Sorry, ik ga het trouwens even op normale snelheid zetten. Dat het eventjes ietsjes rustiger gaat. We hebben een nieuwe review. Het menu is te klein. Nou, trouwens, we zitten op 4 sterren van de 5. Dus dat is goed. Kijk, we hebben 158 winst gedraaid. Uitgaven 192. Wat we trouwens ook nog moesten doen voor die steak is natuurlijk steaks kopen. Hoeveel kost dat dan? 5. Oké, dus dat is hetzelfde als de kip. Oké, ik ga het toch proberen. We gaan eventjes nog een tafel erbij zetten. Dan wil ik het eigenlijk symmetrisch hebben, dus net zoals daar. Yes, en dan gaan we een stoeltje erbij zetten. Even kijken hoe dit gaat. Even kijken of we dat redden. Nu ga ik hem even op snel zetten, dan komen we er ook sneller achter of dat werkt. Want ja, meer mensen is meer geld en sneller geld. Zodat we ook gewoon sneller een steak op het menu kunnen krijgen. We krijgen weer een nieuwe review. Het menu is te klein. Het blijft wel de hele tijd... de kwaliteit van het eten was goed. Het restaurant was heel schoon. Hè, er wordt ook een hoop reviews geplaatst. En daar ging weer een bordje. Hij is weer kapot. En dat betekent dat we weer een nieuw bord erbij moeten kopen. Laten we dat doen. Komt er een nieuw bordje bij.
Redden we dit? Volgens mij wel. Borden tekort. Oh god, hoeveel borden heb ik nog? 4 borden. Oké, daar moeten we even wat aan doen inderdaad. Oké, ik kan op dit moment geen borden kopen. Waarom kan ik geen 10 van de 10? Het staat hier toch helemaal niet? Het staat hier 4. Is dit nou weer zo raars? Oké, nou in ieder geval met ons nieuw rapport €226. Dus dat gaat lekker omhoog. Dat is goed. We gaan nog een stoeltje erbij zetten. Let's go. Komt-ie maar. Komt-ie lekker zitten en eten in Gemova's restaurante. Nou, we hebben wel nog steeds een best wel lange wachtrij. Maar ja, dat gaat vanzelf wel ooit een keer weg. Is het een idee om nog wat leuks neer te zetten? Qua deco. Is dat een idee of gaan we toch voor de steak? Ja, ik denk dat ik toch ga investeren in wat keukenapparatuur. Dus we gaan voor het fornuis. Laten we dan het fornuis... Even kijken hoor. Laten we dat hier neerzetten. Kostte 200. Wat hadden we nog meer nodig? Dat was een pan. Laten we dat erbij kopen. Moet ik serieus een nieuwe kast neerzetten? Om dat te kunnen doen? Wat is hier aan de hand? Ja, wacht eventjes. Die heeft natuurlijk geen pan, dat klopt. We gaan heel eventjes wat veranderen. Als ik nou dit doe en ik zet deze er tegenaan, gaat hij dan automatisch... Nee, dat doet hij niet. Hij maakt er niet iets moois van. Oké, dit is eventjes de opstelling voor nu. Ingrediëntentekort, game gepasseerd. Ja, oké. We gaan eventjes op play klikken. Dit gaat allemaal door. Kunnen we nu een pan kopen? Juist. Oké. 10 pannen. En deze zit nog steeds vol. Ik vind het apart dat we geen servies kunnen kopen. Nou, die melding zou ook zo meteen weg moeten gaan. Want we hebben wat pannen besteld voor de steak. Dus dat zou vanzelf goed moeten komen. Dan hoop ik natuurlijk ook dat we wat meer verdienen aan die steak. We verdienen 20 aan de nuggets, 15 aan het friet en dan deze ook 20. Laten we dat op 25 zetten. Laten we even kijken of dat wil. En anders zetten we hem gewoon terug naar 20. We zien hier trouwens een timer. Oh, we redden dat. Ja, we redden het wel, maar net. We hebben weer ingrediënten tekort. We hebben geen kip meer, waarschijnlijk. Ja, we hebben geen kip meer. We moeten heel eventjes gaan opschroeven. Laten we 5 doen. Ik zit alleen eventjes te kijken. We verdienen trouwens 286. Dat is prima. Om die steak te kunnen maken. Kijk, we hebben nou alles vol zitten met kip in deze koelkast. Dus wat ik ga doen. Ik ga dat eventjes hier zo naartoe zetten. En dan gaan we er nog eentje kopen. Ja, nu pakken we gelijk door. En in deze koelkast doen we dan alleen maar steak. Dus hier komt alleen maar steak in straks. Ingrediënten. De pannen zijn er. Kijk, er staat een pannetje op. Mooi. Doen we ook 558 coins. Ja, niet genoeg friteuses. Niet genoeg friteuses. Ja, het begint nou wel echt... ga ik te snel? Volgens mij wel. Ik denk dat ik te snel ga nu. Maar goed, ik wil het toch proberen. Ik ga te snel. Met mijn geld ook, zie je dat? Oké, ik heb een probleem. Hij stopt ook de steek hier en dat wil ik niet. Ik wil alleen maar kip hierin. Juist. Oké, dus dat ging niet helemaal goed. Maar ja, dat is maar één keer. En daarna zit alleen nog maar hier zo'n steak in, als het goed is. Dus, dames en heren, wij gaan vanaf nu steak op het menu zetten. En we gaan eens even kijken hoe dit werkt. Waarschijnlijk moet ik een kok erbij nemen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want dit gaat nooit. Die harpen moet alles doen, al die tafels. We zien hier ook timers die best wel... Ja, ze zijn blij. Maar ze zijn niet uitbundig blij. We hebben weer ingrediënten tekort. Kijk, nu gaat deze vol. Yes. We hebben een nieuw review. Het menu heeft ruimte voor verbetering. De wachttijd zou beter kunnen. Het menu is te klaar. Hé, daar gaat onze eerste steak. Kijk, daar gaat de eerste. Dat is mooi. Dus dat betekent dat mensen er €25 voor willen betalen. Dat is echt verschrikkelijk veel, maar goed. Het is een spel. En er komt zometeen onze rapport weer binnen. Zodat we dat ook kunnen bekijken. Er ligt hier een bord kapot op de grond. Iemand, hallo? Oké, eventjes kijken. 163 hebben we verdiend. Bordentekort. Oké, we gaan even wat borden kopen.
twee borden erbij. Dit gaat niet helemaal goed hier volgens mij. Volgens mij brandt de steek aan. Of hoort dat zo? Volgens mij hoort dat zo. Ja, dat hoort zo. Oké, iemand snel. Kan dat ook verbranden? Volgens mij niet. Ja, ik zie wel wat problemen ontstaan nu. Ik zag hier ook een bord wat al aan het... Er zaten ook wat vliegen boven. Oké, ik krijg een review. De prijs was iets te duur. Dus dat betekent dat ik hem toch ga terugschroeven. Even kijken. Juist, we gaan toch naar 20 dan. Koelkasten zijn vol. Nou, dat is op zich helemaal geen slecht nieuws. Ik heb liever te veel eten als te weinig. Ja, dus we gaan het toch eventjes goedkoper maken. Iemand is aan het wachten op de steek. Dat komt op tijd aan. Dat gaat gewoon goed. Ja, wat wel fijn zou zijn is nog een extra friteuze. Is het niet een idee om dat te doen, maar dan gewoon op deze manier. Even kijken, waar stond dat ook alweer? Kleine friteuze 100. Laten we dat even zo doen, dat we gewoon een extra hebben. Want die melding kregen we toch? Ja, kijk, zie je dat? Kan er gewoon meer in één keer. Dus even kijken of dat iets sneller wil. Waarschijnlijk wel. De decoratie was goed. Oh, we krijgen nu ook meldingen van de decoratie was goed. Nou, ze zijn toch blij met die gordijntjes. Ja, het blijft wel een hele lange rij buiten. Maar dat is goed. Want dat betekent dat ons eten lekker is en dat iedereen wil eten bij ons. Ze blijven terugkomen voor meer. Ik ga er toch een stoeltje bij zetten. Want 259 hebben we verdiend. Dat is hartstikke goed nieuws. We krijgen nu wel een probleem, denk ik. Want we hebben nu weer iemand erbij. Eventjes dit in de gaten houden hier, hoe dit gaat. We zien de timertjes wel steeds meer. Zie je dat? Oranje. Dat is eigenlijk, dat wil je niet. Kijk, zit zelfs over de helft. Nou, net niet. En daar ging weer een bord. Ja, het blijft gaan dit. Ik vraag me af of die pannen ook kapot kunnen gaan. Ik denk het wel. Dat je uiteindelijk ook die pannen, hoe heet dat, moet bijbestellen. Kijk, deze timer die begint wel echt... Ja, zie je dat? We krijgen nu een poppetje die niet heel blij is. Dus dat betekent dat we gewoon iemand gaan aannemen. Dat kost geld, maar het is het waard. Even kijken, Olivia kan totaal niet koken. Ik wil een kok erbij hebben. We gaan eventjes vernieuwen. 63 per maand. Dat vind ik op zich wel een mooi bedrag per maand. Laten we dat doen. Juist, we gaan Emma inhuren. Emma, jij komt hier zo. Jij wordt mijn kok. Juist, koken. Twee koks hebben we nu. En dan gaan we eventjes de prioriteiten doen van Emma. Emma die gaat koken. En hetzelfde eigenlijk als Harper, serveren. En Emma gaat afwassen. Maar gaat niet schoonmaken. Ja, laten we dat doen. Gaan we dat proberen? Daar gaan we. Kost meer geld. Maar dit zou beter moeten gaan lopen nu. Dus laten we gewoon even kijken naar de timertjes. Bordentekort. Dat moet gewoon door blijven gaan natuurlijk. Hoppatee, er komt weer een bordje bij. Even kijken of die timers nu niet tevoorschijn komen. Dat is natuurlijk het allerbeste wat er kan gebeuren. Nou, ik ben al eventjes aan het kijken nu en het gaat wel oké. Okay. Ik zie geen problemen tot nu toe. Bordentekort. Wat zit je nou te zeuren? Wat is er nou? Oh, kijk. Hier hebben we geen borden meer. Veel prioriteit. Normaal. Laten we dat ook hier doen. Normaal. Shit, we hebben geen borden meer. Wat zit nou dan? Waarom kan ik dat niet bijbestellen? Hier weer dit. Jeetje, jongens. We moeten nog een kast erbij nemen. Serieus? Op een gegeven moment dan kan dat toch niet meer? Kan ik nu wel borden erbij kopen? Ja, nu kan het wel. Ja, we krijgen natuurlijk ook meer mensen. En die gaan natuurlijk allemaal eten. Op zich is dat wel logisch natuurlijk. Krijg ik weer die melding bordentekort? Ja, er ligt daar natuurlijk ook de hele tijd een bord in. Ja, moeten we dan ook nog iemand aannemen om dit te doen alleen? Dat zou natuurlijk wel ons probleem kunnen oplossen. Maar ja, het kost natuurlijk ook weer geld. Per maand. We moeten maar even kijken hoe we februari doen op dit moment. Met deze opstelling. Er vormt een lange wachtrij. Ja, dat is al best. Dat is juist hartstikke goed nieuws. Dat betekent money. Nou, met onze inventaris gaat dat wel goed. In principe. We kregen een nieuwe review. Ruimte voor verbetering. Laten we eens even kijken wat we überhaupt kunnen doen. Brood.
Een leerrecept. Zullen we dat doen? Laten we alvast brood leren. Oh god, wat is dit? Een oven. Een kleine mixer. Een bloem hebben we nodig. En we hebben een bord nodig. Oké, dat is niet eventjes iets voor nu. Hoeveel kost dat trouwens als we dat willen doen? 200. Kleine mixer. 80. Grote mixer 500. En hoeveel kost dat bloem? Hoeveel kost dat? 1. Oké. 380 hebben we trouwens verdiend. Oh, dat gaat goed. Ja, we zien ook bij de vaatwasser. Kijk, 4 van de 5, 5 van de 5. En dan gaat hij dus wassen. Ja, in principe zou dit gewoon goed moeten gaan. We hebben ook een extra friteuze erbij. Zou lekker steak aan het maken. Nou, die keuken die begint wel klein te worden, moet ik zeggen. Dat wordt steeds kleiner. Maar we zitten wel over de 1000 euro. Dus ja, ondanks deze lange rij zijn we toch al een heel eind gekomen, denk ik. Dit gaat prima. We gaan rijk worden. Beste mensen, dit was hem voor vandaag. Nou, wat vond ik ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vind het nog steeds een heel leuk spelletje. We zijn heel ver gekomen. Ik vind het ook veel leuker als de vorige aflevering, zeg maar, qua de scenario's. Ik vind dit veel leuker, want nu kun je gewoon helemaal losgaan. Nou, vind je dit nou leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes te liken. Vergeet niet op het belletje te klikken, zodat je geen video's mist. En als je hier nieuw bent, vergeet er niet eventjes te abonneren. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Tot dan, doei.